Goedenavond Olivia, we staan hier op de persvoorstelling van Mr. Gay 2019. Wat vond je ervan? Super, heel leuk. Het is de eerste keer dat ik dit kan meemaken, dus ik vond het heel leuk. Ja. En wat vond je van de mannen? Is dat anders voor een vrouw dat dat gays zijn of niet? Voor mij is dat geen probleem. Ik heb veel mannelijke vrienden die ook gay zijn, dus voor mij is dat totaal geen taboe. Nee. Oké, super. Heb je al een favoriet? Ik heb toch wel een paar gezien dat ik wel top vind, maar ja. Wat beoordeel je dan? Op de schoonheid van de man? Nee, ik kijk vooral hoe zelfzeker dat ze zijn, naar hun persoonlijkheid, of dat ze zichzelf blijven en ook hoe dat ze stappen. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Buiten Miss Fashion, Miss Fashion 2019, ja. Ben je ook Miss Lumière International World 2019? 18, oké. Okay. Ja, met al die jaartallen, het is voor tijd een beetje moeilijk. Hè. Hoe is dat meegevallen, kinderen? Waar was dat ergens te doen? Dat was dus in Singapore. Ja, dat was heel leuk. We zijn dan doorgereisd naar Maleisië en daar was ook de finale. Ja. En wat moet je daar nu allemaal zo doen op zo'n internationale finale? Komt dat zo een beetje overeen met wat we hier kennen? Ja, eigenlijk wel. Veel fotoshoots, wel allemaal op een veel kortere periode natuurlijk. Defileren, veel sponsorbezoeken ook, omdat je de sponsors moet leren kennen. Ja, en dan op het einde de finale natuurlijk. Was er veel concurrentie daar? Ja, toch wel. Ik ging echt heel bang daar naartoe. Totaal onverwacht. En nu heb je die titel binnen. Waaraan ligt dat, denk je? Hoe komt het dat je die titel gewonnen hebt? Ik weet het niet. Ik ben eigenlijk heel klein. Misschien ja, mijn uitstraling, omdat ik altijd wel mezelf ben gebleven. Ik was altijd mooi op tijd. Dus, zijn die andere meisjes dan veel groter of zo? Ja, de meisjes waren toch wel allemaal in de eind 1,70 meter of toch zo hoger. Ik ben maar 1,68 meter, dus dat is, voor een miss is dat eigenlijk wel redelijk klein. Ja. Wat zijn je plannen nu voor de rest eigenlijk? Want je bent Miss Fashion. Miss Lumière International World. En u? Ik heb nu eigenlijk nog geen plannen. We gaan wel zien wat er nog gaat komen. Maar, ja. Zou je nog een verkiezing gaan doen, denk je? Dat weet ik nog niet. Buitenlands, internationaal? Ik heb echt geen idee. Nee. Okay. Misschien, ja. Ja, natuurlijk. Goed, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes. Dank je wel. Oké, super, bedankt.